Ook EasyJet doet mee aan de gekte rondom het Engelse koninklijke huwelijk. De luchtvaartmaatschappij organiseerde een Kate en William lookalike wedstrijd. Benjamin Verdoorn is gekozen tot een van de 10 beste Prins William lookalikes van Europa. Ja, we gaan morgen hebben we een fotoshoot. We gaan eerst vanmiddag nog Londen in samen met SBS. En dan gaan we filmen rondom Buckingham Palace. En morgen is dan een fotoshoot met de jurymoment. En dan de beste die wordt uiteindelijk uitgekozen. Wanneer dacht je bij jezelf, hey, volgens mij lijk ik wel Prins William? Nou, het is niet zozeer dat ik dat zelf dacht. Maar ja, je krijgt uit je omgeving wel af en toe te horen van ja, je lijkt erop. Of we vinden dat je wel overeenkomsten hebt. Dus als je dat dan in je omgeving hoort, dan dat bevestigt het wel natuurlijk. Ja. Wat is nou zo bijzonder aan dit huwelijk? Ja, dat het gewoon zoveel aandacht heeft in Engeland. En hier in Nederland heeft dat best wel wat aandacht. Maar het Koningshuis in Engeland is natuurlijk echt super bekend. En iedereen vindt dat helemaal geweldig daar. Dus dat is wel heel bijzonder eraan. En waar gaan jullie het huwelijk kijken? Ik denk dat we gewoon in het centrum zelf tussen de mede... Ja. Ja. Ik wens je een onwijs veel plezier en succes en een goede vlucht. Dankjewel. Dankjewel. Morgen is de finale van de lookalike-wedstrijd. De winnaar krijgt een jaar lang gratis vliegtickets.